We hebben één land, de grote uitdaging van Amerika, nog helemaal eigenlijk niet behandeld dit uur. Laten we dat eens gaan doen. China. Want nou ja, zij komen eraan, wordt dan gezegd. Hè? En er is een handelsoorlog die Trump is begonnen met China. Die is eigenlijk voortgezet onder Biden. We zijn lekker aan het voorspellen over het komende jaar. We hebben het al over het vet gehad en over het schuldenplafond. Hoe gaat het daarvoor staan, die handelsoorlog met China dit jaar? Nou, dat is, wel heeft Biden heel hard ingezet. De Chinezen hadden even gedacht dat na Donald Trump zit met president Biden makkelijker zouden kunnen krijgen. En het tegenovergestelde is gebleken. De chipoorlog die ze zijn gestart. En dat echt op een vrijdagmiddag laat hebben ze een maatregel uitgevaardigd. Waarin opeens geen chips meer naar China mochten worden geëxporteerd. En ook geen chipsmachines en andere zaken die daarmee. En dat niet alleen dat Amerikaanse bedrijven dat niet mogen, maar ook Amerikaanse mensen niet. Dus mensen die in Nederland bij ASML werkten, die moesten opeens stoppen met werken waar ze mee bezig waren. Dat is een hele heftige maatregel. President Biden zegt dat ze dat doen. Omdat ze bang zijn dat China die chips gebruikt voor militaire doeleinden. Ja, ik ben ook bang dat het erover gaat. En het lijkt me heel onterecht. Om gewoon China de pas af te snijden. Dat ze doorhebben dat China's technologische ontwikkeling heel snel gaat. Mocht China Amerika inhalen qua de hele innovatiekloof dichten. Ja, dan gaat de opkomst van China. Nu was het nog steeds een win-win situatie. China die profiteerde heel veel van de handel met Amerika. En Amerika profiteerde daarvan. Hoewel in Amerika alleen maar de hoge inkomens van profiteerden en de lage groepen juist heel veel pijn leden. Mm-hmm. Maar op het moment dat China de innovatiekloof met de Verenigde Staten weet te dichten. Kijk, dan gaat China alle hoogwaardige zaken doen. Want daar hebben ze de kennis voor. Hun loonkosten zijn lager. Bovendien, ze doen ook alle laagwaardige productie doen ze ook nog. En dan is er voor Amerika per saldo echt een los. Ja, dus vandaar de felheid van Biden op dit punt. Ja, ik ben er niet helemaal van overtuigd dat het alleen maar over de militaire doeleinden gaat. Want zoals de CEO van ASML altijd zegt, nee, dat zijn altijd oudere chips die daarvoor worden gebruikt. Aan de andere kant, China is er in augustus in geslaagd om twee succesvolle lanceringen te doen met hypersonische raketten, waardoor het hele de intelligence community in Amerika helemaal echt flabbergasted was, helemaal perplex hoe ze dat ook geheim hadden kunnen houden en hoe dat aan hun hoe zij dat aan hun waarneming had kunnen ontsnappen. Uh-huh. Dus het zal ook in die zin te maken hebben. Maar ik heb niet precies de intelligence die Biden tot zijn. Maar dat zit er wel achter. Dat speelt zeker een grote rol. En dat dus Biden blijft daar sterk in, die anti-China-retoriek. Terwijl tegelijkertijd Xi Jinping een soort mildere toon lijkt aan te slaan tegen de VS. Toch, las ik van de week. Ja, ze doen erg. Ja, heel charmant allemaal. Ze proberen erg zoete broodjes te bakken. China heeft natuurlijk gezien, het is ongelooflijk wat er is gebeurd. In oktober klonk Xi Jinping nog met heel veel zelfvertrouwen, waarin hij ook aankondigde dat ze de oorlog tegen het coronavirus, de COVID-pandemie, zouden blijven volhouden. En hij niet over aan twijfelde aan de lockdowns. Ja, en toen kwam die omslag. En toen kwam opeens begin december die omslag. Ja. En op dat punt zijn veel meer omslagen geweest. Want ook zijn crackdown op het hele harde optreden tegen de big tech in China. Komt hij ook van terug nu? Komt hij ook van terug. Dus zo zie je eigenlijk maar wat we dit de laatste 10 minuten hebben proberen doen. De toekomst voorspellen, het blijft lastig. Zeker als dat ze omslagen zijn, ook door politiek leiders.